In de Haagse wijk Bouwlust is de glascontainer waarin dinsdagavond een babylijkje werd gevonden, weggehaald voor onderzoek. Het Nationaal Forensisch Instituut buigt zich daarnaast over de doodsoorzaak van de pasgeboren baby. Het lijkje werd gevonden na een tip. De politie heeft een 26-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Op de Oostweg in Zoetermeer is woensdagmorgen een ongeluk gebeurd waar 5 auto's bij waren betrokken. Door de botsingen, mogelijk als gevolg van gladheid, raakten de wagens flink beschadigd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De Oostweg richting Den Haag was enige tijd afgesloten. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag gaat bij de jaarwisseling de voetbalwet inzetten. Met deze wet is het mogelijk om overlastgevers een gebieds- of groepsverbod op te leggen in combinatie met een meldingsplicht. Van Aartsen schrijft aan de gemeenteraad dat de politie personen die in aanmerking komen voor deze maatregel extra in de gaten houdt. De SP en de Haagse gemeenteraad stort bijna 200.000 euro aan niet gebruikte fractievergoedingen terug in de gemeentekas. De actie is wat de SP betreft het bewijs dat de Haagse politieke partijen het best met 20% minder kunnen doen. De partij pleit er nu voor om het bespaarde geld te besteden aan een gedenkteken of monument.